We gaan daar gewoon spelen. Hé, jongens, nou wat een gedoe allemaal hoor. Echt ongelooflijk jongens, maar we zijn er in ieder geval. We gaan gewoon beginnen in Rotterdam. Ja, opzouten met een nieuw evenement. Welkom bij het nieuwe Brugblad. Vanaf hier kunt u navigeren naar alle functies in het spel. Doorgaan. Hieronder geeft jou het nieuwe hoofdmenu direct toegang tot alle spelfuncties waar je mee bekend bent. Oké. Mooi. Om u terug te brengen naar het bureaubladknop. Oké, makkelijk. Ze hebben gewoon, het is een hele nieuwe, ja, ik ben het allemaal best. Ze hebben dus gewoon een hele nieuwe bureaublad. Wat is dat dan? Nee. Even kijken. Carrière. Mooi hoor. Maar ze hebben het wel mooi gemaakt. Alleen vind ik het raar dat, omdat ik nu die nieuwe update dus heb, dat die dus niet opdrachten. Externe contacten. Juist, oké. Waarom is... Ah joh, waarom is dinges nou altijd... waarom is Engeland altijd het duurste? Waar je het meeste geld mee kan verdienen. Zie je, plof... Nee, plofdik is geen België. Of geen Engeland. Nee, is GB natuurlijk. Ja, dit is BG. Ja, dan zou ik weer naar Bulgarije moeten. Zo, 2000, bijna 2030 kilometer bijna. Waar moet ik allemaal heen? Ik ga langs Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Servië en Bulgarije. Levert wel een hoop geld op. Gelijk 72. Dat is wel lekker geld verdienen natuurlijk. Oké, mijn trailer is gereed. Is mijn reparaties. Even kijken hoor. Die en die en die bevestigen. Ja, maar waarom staat die nou? Hé? Waarom staat die nou op 0? Ik vind het helemaal mooi. Ik vind hem helemaal mooi, jongens. Echt waar, ik vind het hartstikke mooi. Waar moet ik nou heen om... ik moet daar mijn vracht op halen. Lekker! Hey, Nederlandse politie! Nederlandse politie! Waar is mijn vracht? Aparte kleurtjes hoor hé. Aparte kleurtjes. Niet tegen dat ding aanrijden alsjeblieft. Mooi. Het is de tweede is het. Ja, de middelste. Klein stukje doorrijden hier, alsjeblieft. En nou achteruit. Oh my. Even aankoppelen die... En dan kunnen we gaan rijden, jongens. Dan kunnen we lekker gaan rijden. Grappig. Cola snel. Ik ga beginnen. Hè? Zo. Ja, we gaan. Heen. Waar moet ik heen? Ik moet die kant op trouwens. Toch? Nou, ik weet nu waar ik heen moet. Ik denk dat ik echt even... Hé, hey, ik kom toch daar vandaan? Wat is dit nou voor bullshit? Ik dacht dat ik daar vandaan kwam, maar... Ja, zie je wel. Ah, kijk. Even de geluid uitzetten. Dat lijkt me irritant. Gaan we. Enorm scheef. Nou, ga nou eens uit met dat ding. Ja, jongens. Even om mijn gemak even rijden zo. Nou, daar gaan we, jongens. Heerlijk. Ik kan in één keer door crossen. Ja, dit is het beste view is dit eigenlijk. Dit is de beste view die ik heb. Nou, dit kan ik zo in één keer doorrijden. Ja, ze hebben echt het hele menu hebben ze onder handen genomen. Dus dat is wel, wel mooi. Ik ga dadelijk even terug naar mijn app eventjes. Dan ga ik even mijn app even opnieuw even erop zetten. Maar zo kunnen we in ieder geval toch nog eventjes een livestreampje doen. Ja, ik had eigenlijk even online gewild, maar ik moet even kijken waarom die het niet pakt. Anders moet ik even de hele zooi er even afhalen en opnieuw installeren. Want mijn truckers MP die werkt niet goed meer. Oh, er is hier eentje aangehouden daar zo. Oh, dat is Amsterdam. Ja, we moeten rechtdoor. Amsterdam. Nou, wij moeten gewoon rechtdoor. Wij moeten gewoon rechtdoor. Ik denk ook niet dat je hier 83 km per uur mag zoals ik rij, maar... Nou, ik had al een tijdje niet meer met de truckers en pier gespeeld. Ja, dan kom je opeens met deze verrassing ineens. Ik ga hem heel eventjes langs de kant zetten, even achter. Zo, dan ga ik eventjes kijken of ik die dinges kan doen. Ja, dit beter. Zo, kijk. Dat ziet er een stuk beter uit zo, hè. Ja, perfect. Nou, dan gaan we. Ja jongens, ik moest even wat doen hoor, maar even mijn instellingen veranderen. Ik moest even mijn instellingen veranderen als jullie het niet erg vinden. Maar goed, hij doet het in ieder geval weer. Dat ik die Keulen Lycée moet hebben. Anders ga ik naar Usnabroek en Bremen. Dus we moeten deze hebben. Ja. Oh, niet zo hard. Niet zo hard, op je gemakkie. Niet zo haasten, niet zo haast alsjeblieft. Zo, hoppakee. En nou gewoon weer vol gas erbovenop, hè. Ik snap nog steeds niet waarom mijn begrenzer, wat Ray verleden keer zei, dat die begrenzer, in mijn instellingen kan ik de begrenzer niet weghalen. Dat is het hele gekke van het verhaal. Dus we rijden nog steeds met begrenzen. Oh, dat is een Nederlander. Nou, we moeten toch wel bijna bij de... de grens zitten. We moeten nog steeds ruim 2000 kilometer moeten we nog. 2130 kilometer. Of 2128. Dus ja. Dat moeten we nog rijden. En hier hebben we een parkeerplaats. We zouden even op kunnen rijden en zouden we even kunnen kijken wat of dat de instellingen dat ik die kan veranderen. Dat zou wel mooi wezen. Pakt je. Kijk, die waren we nog nooit geweest. Nee, dat hoeft niet. Ik wil gewoon in één keer klap dadelijk door kunnen rijden. Het is alleen even de vraag of dat ik bij options even kijken hoor. Gameplay. Vermoeidheid staat dus. Verkeersovertredingen staat uit. Snelheidslimiet. Toon snelheidslimiet van vrachtwagens. Toon snelheidslimiet van dingen. Dat is het dus niet. Dialoog automatisch parkeren. Verbergen. Juist. Hou de route. Richting van de kaart is goed. Parkeermoeilijkheid. Is makkelijk parkeren. Omleidingen. Kans op regen. Tijdzones en zo, allemaal gedoe allemaal. Even kijken hoor, regensensor, automatische motorrem, anti-blokkeersysteem, tractie, cruise control, slimme cruise control, adaptieve cruise control. En er moet toch hier ergens snelheid begrenzen. En enable trucks to 9095. World of Trucks have this feature permanent on. Dus omdat ik World of Trucks gebruik, staat deze ding altijd aan. Dus altijd de snelheid begrenzen. Dat is waardeloos. Want dat is eigenlijk gewoon, dat is toch gewoon belachelijk. Je moet gewoon toch gewoon zelf kunnen kiezen van, ik zet de snelheidscontrole begrenzer aan of uit. En omdat je nou World of Trucks gebruikt of weet ik veel wat allemaal, dat maakt eigenlijk geen klap uit. Ik denk dat ik gelijk hier deze baan maar even neem. Want we moeten zo weer naar beneden. Deze nog niet, dus we moeten even nog een baantje opschuiven, denk ik. Ofwel, ja. We zitten dus al verkeerd. Even achteruit rijden. Het scheelt duidelijk qua kilometers. Ja, zie je, het scheelt wel qua kilometers. Het scheelt gewoon 100 kilometer, hè. Gewoon zo ga je weer terug naar Rotterdam, dus dat hoeven we niet te doen. Kijk. Hoppakee. En dan gaan we gewoon rechtdoor, hè. Want anders gaan we weer terug naar Amsterdam. Dus we moeten gewoon Duitsburg hebben. Hoppakee. Hier moeten we ook niet heen. Dan gaan we naar een parkeerplaats. Dat is voorlopig niet nodig. We hebben... maar... het is een heel klein beetje af. We zitten bij Duitsburg, zitten we. Raar dat je bij de World Trucks dus niet je begrenzen kan uitzetten. Als je dus World Trucks doet, dan ben je dus verplicht om met begrenzen te rijden. Heel raar. We zijn dus inmiddels al lang in Duitsland. Maar ja, we tuffen aardig door. Met 90 km per uur tuffen we aardig door. Ja, dit zijn die andere wegen als het goed is. Oh, dan ga ik wel verkeerd. Potverdorie. Ga ik weer verkeerd, hè? Ga ik weer verkeerd, jongens? Ja, komt weer... Ga ik dat redden? Een hele rare bocht, omdat ik verkeerd gereden ben. Gaat me dat lukken? Gaat me nog lukken ook, jongens. Het gaat me nog lukken ook. Ik heb gewoon geen zin om weer het hele stuk om te rijden. Zo kan je lekker doortuffen, jongens. Kilometer nog. hij nog wel sneller dan die andere vrachtwagens. Ja. Jij duidt ook gewoon zo door zonder te kijken. Wat een verschrikkelijke dombo. Welke moet ik hebben? Zal ik Frankfurt hebben of... Nee, ik moet geen Frankfurt hebben. Ik moet gewoon rechtdoor blijven rijden. Ik moet gewoon rechtdoor. De bank kunnen ze hem ook lekker inhouden. Ik ga het nog wel even proberen tot de volgende benzinepomp. Hey, deze weg heb ik nog nooit eerder gereden, zie ik nou. Hij wordt geel. Ja, hij wordt weer geel, dus ik heb er weer een klein stukje bij. €18,88. Die tweede toeter vind ik niet echt mooi. Die vind ik best wel mooi, maar dat vond ik wel, deze vind ik echt wel lelijk. Daar heb ik toch wel vroeger een mooiere klokvondst van gehad. Nou, de trein. Daar gaat de trein. Ik heb wat auto's nog inhalen. Hier ben ik toch wel weer een stuk sneller dan die andere auto's. Ja, ja. En dan ben ik benieuwd. Ik moet gewoon rechtdoor blijven rijden volgens mij. Want anderen sla je naar Mannheim en Keulen en zo. Maar ik moet gewoon rechtdoor blijven rijden. Zo. Hoppakee. Zo heb ik toch alweer aardig wat kilometertjes weggereden. Zal ik hier, ja, het valt op zich valt het nog wel mee, maar ik kan hem even volgooien. Voor de zekerheid kan ik hem even volgooien. Ja, moet je natuurlijk niet alle snelheid verliezen. Ik moet hier tanken. Ja, ik kan daar tanken. Toch? Ja, ik kan hier tanken. Ik ben benieuwd hoeveel erin kan. Hij was nog maar op de helft of zo, dus... Nou, en toch gaat er €755 in. Dat is toch aardig wat. Zo, even een stokje cola nemen en even een beukie. Maar ja... We hebben al aardig wat kilometertjes alweer weggereden. We stonden iets op 2300 kilometer of zo. Dus we hebben al aardig wat kilometers weg hoor. Maar het zou toch wel lekker geweest zijn als we die begrenzer even uit kunnen zetten. Dat we gewoon zelf kunnen kiezen van... even aanzetten, juist. Gaan we weer. Als ik weer op de snelweg grote weg weer aansluiten. Ja, klopt. Dit kan ik beter niet doen. Godverdorie. Dat had ik beter voorzichtig kunnen doen. Zonde nou, hè? Oké. ...1700 kilometer nog. En lekker doortuffen, jongens. Ja, die kant hoeven wij niet op. We moeten gewoon rechtdoor blijven rijden. Aardig ritje hoor, jongens. Oh. Van baan verwisselen. Nou, dat kan beter niet doen. Ik kan beter op deze baan blijven. 2 rijstroken. Ik wil je toch inhalen. Gaat dat lukken? Gaat het lukken om jou in te halen? Ja. Gaat het je lukken om in te halen? Ja, ik ben er voorbij. Hoppakee. schoot een beetje, hij zoekt een beetje de motor. Maar ja, hop, weer uit. Kiekut. Istanbul, hey. Ha. Grappig. Istanbul. Eentje ingehaald. Kijken wat ik nog meer allemaal in kan halen. Oké, okay. Nou, dat rijdt lekker door zo. Ik rij lekker door. Ja, ik kwam hier voorbij. Dan ga ik ook voorbij. Hoppakee. Letten. Ja, ik heb het licht aanstaan, maar het is nog niet echt duidelijk te zien. Het is niet echt duidelijk te zien. Als ik nou K doe. Kijk uit, schade, 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 schade. Ja, dat is niet handig, hè. Ik dacht dat de eerste keer ging het goed. Ik denk, nou, dan kan ik het de tweede keer ook wel doen, maar dat is niet de bedoeling. Ja, ik heb eigenlijk nog wel even zin om door te rijden. Ik heb nog niet zin om te stoppen eigenlijk. Ik wil eigenlijk nog even wat meer kilometers weg hebben. Voordat ik even een pauze ga inlossen. Kathode. Oké. Okay. Ja, ja. Wenen. In Oostenrijk zitten we nou. Oostenrijk, jongens. Oostenrijk, goh. Deze galmt lekker door, die toet, hè. Dat wel. Het is wel een toet die lekker doorgalmt. Maar goed. Die kant op. Kan ook. Kan allemaal hoor. No problemo's. Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes die 318 kilometer wil ik nog even weg hebben. Dat ik op 1000 sta of zo, onder de 1000. En dan even een slaapje doen tot de andere dag. Dan kan je toch aardig wat kilometers weghalen hoor. Zo, oei. Zo, de Duitse politie heeft er ook druk mee. Weer een vrachtwagen aangehouden. Jammer dat je niet uit kan stappen en stiekem even die vrachtwagen kan pikken. Het zou wel grappig wezen. Dan krijg je wel hele rare dingen krijg je dan natuurlijk. Ach, jeetje jongens, het gaat regenen. Maar uit de wissel maar aanzetten. Nou, het weer is net als in het echt. Tolweg. Zo. Hij is wel traag hoor, jeetje. Kijk, bedoel ik, dan moet ik weer echt vaart maken. Om ervoor te zorgen dat ik weer een beetje op snelheid kom. En weer een ton van 23 eurotjes. Zo, zonder richting aangeven even voortduwen. Ja, wat dat betreft is het, is het wel realistisch hoor. Oh, dat is even een drimpeltje. Nee, niet doen. Gras. Nou, lekker toch? Echt op aardig wat kilometers weggereden hoor. Nou ja, in ieder geval ben ik al meer op als de helft ben ik al. Niet helemaal redden. Nou, 1100 is ook mooi. Nou, de livestream was ineens uitgevallen. Dus ja, we gaan. Ik heb hem maar overnieuw gestart. Een tweede ervan gemaakt. Nou, als jullie deze livestream terugkijken, de geüploade versie, dan heb je niks gemist. Want ik heb gewoon alles achter elkaar geplakt, werkelijk. Dus dat heb niet echt veel nut. We gaan eventjes draaien. Ik ga even het geluid even uitzetten van mijn livestream. Oh, dat is harder. Dat moet zachter. Zo, hoppakee. Nou, daar gaan we weer, jongens. De laatste 1094 kilometer. Zo. Zo, die schiet ineens voor mijn neus, zeg. Wat een gek zeg, hé. Zag je dat? Die schoot gewoon echt letterlijk voor me langs. Wat een kokosmacroon. Nou, als je de geüploade versie kijkt, dan merk je er helemaal geen verschil van. Want ik ben gewoon, ja. Ik heb gewoon deel 1 en deel 2 achter elkaar geplakt. En ja, we gaan gewoon verder. Nou, we gaan weer lekker doorcrossen. Het is inmiddels 5 minuten over... nee, het is... Ja, het is 6 minuten over 8:30. 7 minuten over 8:30. Kijk hoe snel de tijd gaat, hè. En we komen woensdag aan om 12 uur. Dus we moeten nog even wat uurtjes rijden. Die moeten eraf staan, trouwens. Hier moeten we eraf. Zo. We rijden natuurlijk wel goed, want anders moeten we alleen maar extra kilometers maken. Dat kost geld. Dat kost brandstof. En brandstof kost geld. En tijd. Dus ik wil zo snel mogelijk gereden hebben. Ja, ja. Dat is wel makkelijk van gewoon de livestreams weer verwijderen en het gewoon opnieuw uploaden. Het gaat een stuk makkelijker, kan ik je zeggen. Dit doet Ja, tuurlijk joh. Geef me die 3% ook maar. Ga je een beetje door, Pipo? Ik heb een beetje haast. Nou, precies nog 1000 kilometer. De laatste 1000, jongens. Bord, een bord. Keep distance. Nee, ze moeten gewoon doorrijden. Geen haast als je maar opschiet. Ik wil gewoon even wat tempo maken. Ik heb nog een lange rit te gaan, dus ik wil toch wel even lekker even door kunnen tuffen. Jeetje, dan moet je niet allemaal dit krijgen, want dan... Jeetje, zeg hé. Maar daar kan ik niet heen. Nee, daar kan ik niet heen. Zo door hier. Laat je... Ah, wat lief. Hij laat me gewoon door. Opschieten! Nou ben ik aan de beurt. Lekker doortuffen. Geen gekke bochten, gewoon rechtdoor rijden. 915 kilometer nog. Weer een we krijgen weer een tolstukje. Oh, daar zat ik niet op te letten. Ja, en dat is een verkeerde, dus ik moet weer terugrijden. Dus ik rijd niet goed. Ja, en weer schade en nog een keer schade. Nou, rij dan, Pipo. Onnodig weer, hè? Echt onnodig weer dit, jongens. Ja. Zo onnodig. Echt zonde. Ik ben al zo ver. Ik kan het nou gewoon afmaken. Zo, snelheid maken. Hop. Ik zit weer 2 banen in beslag te nemen, dat schiet ook niet op. Auto die tegen me aanklapt. Echt wat een prutser, zeg hé. En wat hij voor me doet, dat snap ik ook niet. Dan gaat hij weer naar de eerste baan, dan gaat hij toch weer terug naar de tweede baan. Dan gaat hij weer naar de eerste, kijk, dan gaat hij weer naar de eerste. En dan dadelijk ineens pakt hij, boep, pakt hij ineens weer de tweede baan. Kijk. Even kijken, nee, we blijven nou op de eerste baan zitten. Heel raar wat hij doet. Ja, ik rijd lekker in mijn eigen tempootje, rijd ik lekker. Niet haasten. Ik heb toch geen nut om te haasten. Nog 800 kilometer nog. Ik ga nog even een klein stukje door. Nee, ik ga nog even een klein stukje door. Dan zal je net zien dat ik dadelijk ineens weer geen benzinestation tegenkom onderweg. Maar ik ga toch de gok erop wagen. Ik ga toch de gok proberen te wagen. En ik ga toch proberen om... pas bij de volgende pomp die ik nu tegenkom om te gaan tanken. Ja, ga ik toch proberen. Zo, die touwt hem er ook maar net voor, hoor. Hey. Dat was ook maar net kantje boord dat hij er redde. Maar goed. Een benzinepomp, maar precies aan de verkeerde kant. Ja, die staat daar dus. Is hij ook groen? Ja, die is ook groen. Ah, €66. Kijk, en nog 666 kilometer. Duivelsgetal, hè? Het duivelsgetal. 80 kilometer per uur. Douane, slaapplaatsen, maar geen benzinepomp. Dan ga ik gewoon die kant op. Nee! Potverdikkie. Knal gewoon echt kruid boven die slagboom. Normaal zou je die slagboom er gewoon uitrijden, maar bij dit spel lukt dat niet. Ja, ik trap er geen tweede keer in natuurlijk, hè. Alles is in orde, dank u wel. Rijd even door, Pipo. Ja, wat krijgen we nou? Oh! Sorry, dat had ik nog eens in de gaten. Ja, tuurlijk, joh, opleggenschade. Nou, ik kan beter zeggen afleggen. Piep. Ik ga even een jackie draaien, hoor. Ik heb er geen haast mee. Ik ga eerst even een jackie nog even draaien. Auw, kijk eens even, 646 kilometer. En we hadden er ja, ruim 2000. Hadden we dit, dus we hebben echt al aardig wat kilometers weggetuft. Nou, weer controle. Ze hebben al 2 keer hebben ze nou al gecontroleerd. Echt waar. Moet je dan ook nog een 3e keer controleren? Ongelooflijk. Alles is in orde. Goede reis gewenst. Nou, dat maak ik zelf wel uit. Oh, en dan krijgen we verderop weer een douane ding, dus. Of tol, dat kan ook. En ik zie een benzinepomp, zie ik. Kijk, dat is altijd mooi, een benzinepompie. Gaan we hem eens even volgooien. Die andere kan ik ook gebruiken. Ja, die andere is ook groen. Ja, blijf even stilstaan een half uurtje. Blijf even een half uur stilstaan. Dat is lekker handig. Ik kan toch voor de zekerheid even volgooien. Ja, ik pak gewoon deze, die is lekker makkelijk. Zo, bijna €800. Oei, 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 ik zat even niet op te letten. Zo, had een botsing met een vrachtwagen. Voertuigstoring, Jezus Christus. Dat ga je niet menen. Nou, dan gaan we toch maar bij de eerste de beste plaats of zo waar ik een ding ziet. Gaan we toch maar eventjes stoppen voor even mijn voertuig te laten maken. Of het tenminste überhaupt nog redt. Het zal wel moeten, hè? Auw. Ja, een slaapplek, maar niet ergens waar ik mijn auto kan laten fixen. Ik moet nog ruim 500 kilometer nog. Ik zit onder de 600, dus ik moet nog aardig wat ritjes rijden. Oh, ik moet wel deze baan hebben trouwens. Dat lijkt me wel handig. We moeten eigenlijk even door zo'n plaatsje heen rijden waar je een vracht, een garage hebt of zo. Dat ik hem even kan laten fixen. De hele onderkant van mijn auto is kapot. We gaan hem ook voertuigstoring geven, dus... Wat ik eens ga doen? Ik ga dus heel stout doen. Dan ga ik hem hier eens even langs de weg gooien. Kijken wat er gebeurt. Zo, dan ga ik even kijken. Ik wil even de kaart zien. Waar is de kaart? Waar is de kaart? Ja, navigatie. Maar waar is de kaart? Normaal heb je altijd die kaart altijd. Wereldkaart, juist, die moest ik hebben. Kijk. Wij zitten hier, oh. Wij zitten hier, oh. En we moeten helemaal daar, oh. Snap je? Dus we moeten nog een aardig ritje. En ik zie echt nergens... zie ik een... plek waar je je auto kan fixen. Chips. Dat is echt kut. Hier niet, hier niet, hier niet, hier niet. Wel een slaapplek. Oh, hier. Dan zou ik even om moeten rijden eigenlijk even. Maar dat is nog 591 kilometer. Godzijdikkie. Nee, oh, nee, het is ongeveer 40 kilometer omrijden. Dat zou kunnen. Terug naar de bestuurdersstoel. Nou, dan moeten we even flink doortuffen, jongens. Maar ja, dan is mijn vrachtwagen wel weer gefixt. Dat is wel natuurlijk wel weer zo. En daar blijft maar echt, iedereen blijft maar geld binnenhalen. En daar blijft maar op mijn inkomen staan van 95,6 miljoen. Dat snap ik niet. Mag ik? Man, eromheen. Of rij je hier de tegenliggers? Dan heb ik wel een vet probleem. Tunnel die is in gebruik. Oh, je mag daar inderdaad niet rijden. Dan kun je ineens een tegenligger tegenkomen. Met de kleren, maar het was een benzinetank. Toch even dat het wat anders was. Oh, ik rij verkeerd. Ik rij weer helemaal verkeerd, jongens. Oh, wat een scheisse. Ja, ga maar daarheen. Nou, als jullie nou allemaal niet gaan rijden, dan ga ik wel rijden. Ook niet dat ik die vent een tik geef. Nou, die vent geef ik geen tik. Mooi zo. Ik geef die vent geen tik. Mooi zo. Zie je, dan zit je weer niet op te letten en dan gaat het weer helemaal fout, hè? Dan gaat het weer helemaal mis. Hij geeft nou geen motorstoring meer aan. Ik ben benieuwd dat ik nou al bijna ben. Nu weer een tolweg. Ah, hier kan ik weer volop knallen. Hier kan ik weer volop knallen. Tot hier ook. Want hier heb je weer een... zo'n irritant dingetje. Ze zijn dan allemaal beschikbaar. Ik pak gewoon de middelste. Juist, en dan gas erop en doorrijden met die hap. Nou jongens, bijna de laatste 500 kilometer van de 2000 nomad. Dus dat schiet lekker op. Benzinepomp heb ik niet nodig. Ik heb er genoeg brandstof. Nou, we gaan niet slapen. We gaan gewoon in één keer doortuffen. Hoppakee, gewoon doortuffen met die app. Kijk je uit. Pino. Oh. Een raar bochie hier, oh. Ben ik er nou al bijna, want ik heb echt zo het gevoel dat ik nog een heel stuk moet rijden voordat ik pas wereldkaart. Ik zit nou hier, oh. Oh, reset. Ik zit nu hier, oh. En ik moet daarheen. Dus ik ben er bijna. Vanuit de kaart gezien dan. Hier ben ik, en ik moet daarheen. Om even mijn truc te laten maken en dan kan ik doorrijden. Dus ja. Je zou zeggen dat het ja, niet echt heel erg ver meer moet, maar... Nou zegt hij dat ik verkeerd rijd. Hij zegt dat ik verkeerd rijd en hij zegt dat ik goed rijd. Ik ben wel weer over de 500 kilometer, dus er is toch iets wat niet goed is, hè? Toch weer verkeerd gereden, hè? Dat is mijn kloot, hè? Nou, je kan er hier nergens af. Om even te draaien. Dat ik hier gewoon even stiekem hier even tussendoor. Dat heb ik wel eens eerder gedaan. Dat heb ik wel stiekem. Kon ik dan wel eens een dingetje nemen en dan kon ik stiekem even terugdraaien. Maar dat gaat bij deze niet, helaas. Dat is wel heel erg balen. Ik denk dat ik hierheen moet. Zo. Waar moet ik nou trouwens eigenlijk heen? Even op de map kijken hoor. Map. Wereldkaart. Waar zit ik nou ergens? God, ik zit helemaal hier oh, en ik moet daarheen. En als ik reset druk, dan zit ik gewoon goed. Nou, ik ga het er gewoon op wagen. Ik heb er gewoon schijt aan. Ik ga het er gewoon op wagen. Zo, kijk je uit van Flippenstein. Ik ga het er gewoon op wagen. Kijk, ik kom nog maar 373 kilometer. geeft nou ook niet echt hele rare storingen meer aan. Dat deed hij in het begin wel heel even, maar hij geeft nou ook niet echt rare storingen meer aan. Dus ik ga het er gewoon op wagen. Nog 362 kilometer. Dan gaan we het gewoon erop wagen. Kijken wat hij doet. En 10 kilometer nog. Nou. Zo. Als een ding omver. Hey, hier heb je ook een een mechanic. Ja, je kan er hier niet af, dus je kan er hier niet af. Moet ik helemaal terugrijden. Daar heb ik echt geen zin in. Ik ga het gewoon erop wagen dat ik gewoon echt zeurderig wordt hij niet meer, dus je moet natuurlijk niet meer schade gaan maken, want dan gaat hij wel zeuren van moet je mechanic eens even laten repareren. Oh, hier moet ik even zachtjes rijden, want hier... Ja, ga lekker voor mijn beeld staan. Ga dan maar die kant op, Pino. €83. Nou, up dat ding open. Met je klote bussen. Hij gooit gewoon zijn klote bus ervoor. Douanecheck. Ik ga gewoon jou achterna. Chef. SES papier. Ik volg jou gewoon. SOS papier. Of SES papier. Paper. Ik ga jou gewoon volgen. Kan mij het verrotten. De achtersteun, er komt niks meer achter me aan. Kijken. Oké. Oh, dat ga je niet menen. Staat het hier gewoon helemaal in de file. Doorrijden, piepo's. Nog 190 kilometer. Dan zijn we er. Eindelijk. Eindelijk zijn we er dan. Oh nee! Wat doe ik nou? Ik zit niet op te letten. Ik ben zo enthousiast dat ik gewoon niet op zit te letten op de rit. Oh, wat dom. Ja, sorry achter me. Ik ben echt gewoon, dit is echt gewoon dommigheid van mijn eigen. Echt waar, ik zweer het je. Dit is gewoon echt dommigheid van mijn eigen. Ik zat gewoon niet op te letten. Rare bochten dit, joh. Moet je eerst zo rijden. Zo. En dan die kant op. Ja joh, tuurlijk joh. Ga nou op. De hele tijd zeg je niks en nou ineens heb ik opleggenschade. Zo. En dan moet ik die kant op. Zo. En dan kan ik gas geven weer. Ik zat echt gewoon helemaal niet op te letten, echt. Oh, vervelend. Niet slim. Nou een beetje op, dat je niet weer dadelijk zo raar gaat doen, want dan zit je dadelijk weer met schade. Nou, we moeten allemaal de hoek om, dan kan ik mooi rechtdoor even karren. Met de vlam in de pep. Je hebt een nieuw bericht. Nou, fijn voor je. Ik heb een nieuw bericht, F9. De chat is momenteel niet beschikbaar. Nou, waar kan ik dan mijn bericht lezen dan? F8. Geen korte berichten. Meteen naar de werkplaats. Ja, dag. Ik ga eerst even rijden. Vind je het heel erg, Pino? F5. Hoe kan het dat ik in godsnaam 157 kilometer nog moet rijden, nu, en dat ik daar 2 uur en 24 minuten over doe? Daar snap ik echt helemaal niks van. Ongelooflijk. Geef mij gewoon één rechte lange weg waar ik gewoon lekker zonder douane, zonder tolwegen gewoon lekker door kan crossen. Dan ben ik er zo. Maar, oh, die komt op trouwens. Ja, dat zit er dan weer niet in, hè. Dat, let maar op dadelijk, dan krijg je alweer van die rotwegjes. Daarom duurt het zo lang voordat ik pas op de plek van bestemming ben. Chatten mag hoor jongens, chatten mag. Ik zie dat er weer iemand bijgekomen is. In de livestream. Goedenavond. Chatten mag, hè? Chatten, even hallo of zo. Dat zou best wel leuk wezen. Even een berichtje in de chat, kost niks. Is wel even leuk. Een beetje interactie. Ik zie dat ik 2 kijkers heb. Oh, aha. Ik zeg een beetje interactie mag. En dan ga ik gelijk pleiten. Nou, dat zal het wel niet heel erg belangrijk geweest zijn. Nou jongens, de laatste 100 kilometer. Dan zijn we op de plek van bestemming. Stukje nog wat ik nog nooit gereden heb. Plovdiv ontdekt. Nou, even wel wat zachter gaan rijden, want ja. Ik ben wel weer een vraagteken voorbij gereden, dus dan moet ik dat ik wel even kijken van wat dat vraagteken precies is. Het kan een wervingsbureau wezen, kan een dealer wezen. Pardon. Waarom noem mijn dingen ze trouwens niet meer? Nou, zo wordt bezig. Ik vind het allemaal heel erg mooi, maar mijn knipperlichten werken niet meer. Oh, dat was die. Sorry, ik had op de verkeerde knop te drukken. Die komt op. Kijk dan, ik ga er gewoon zo up voorbij zo. Hoppa. Dat geldt niet voor mij. Ah, we zijn er bijna. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Kijk, daar heb je ook weer iets. Ook weer een vraagtekentje. Zie je wel? En een repairding, zie ik. Dus dat is mooi. Dan kunnen we gelijk onze auto even repairen. Ja, ga je aan de kant, Pipo de Clown? Oh, nee, de volgende moet ik hebben. Level 26, level 30 elite. Doorgaan. Die doen we erbij. Toepassen. Nieuwe upgrades beschikbaar. Wat is nieuwe upgrades beschikbaar? Ah, ja, Iveco. Nou, oké. Top. Top. Gewoon rijden weer. Even wachten hoor. Even naar de wereldkaart toe. Ik ben nu Hero. En ik moet even Hero heen. Ah, dat is 880 meter. Ah, dat kan nog wel eventjes. Ah, ik kan nog gewoon even dat rode heen, kun je uit verrot, joh. Ik kan Volvo dealen. En Volvo dealen. Kijk, ik had 95,6 had ik en nu heb ik 95,7. Dus ik ben weer iets omhoog gegaan. Dat wel. Maar ja, dan gaat... Let op, want ik heb natuurlijk een heleboel schade gemaakt. Kijk eens wat dat allemaal weer gekost heeft. God, jeetje zeg. Nou, dat vind ik nog wel meevallen, hè. Dat vind ik nog wel meevallen. Nou jongens, dat was hem weer voor vandaag. Dat was hem weer voor vandaag. Trucker Marco, Trucker Marco. Dus ja. Ik vond het wel weer een leuke livestream. Jammer dat er zo weinig kijkers zijn. Maar ja. Ik ga nog een keer een vlog daarover maken. Waarom de laatste tijd zo weinig kijkers zijn en een heleboel mensen er niet zijn. Daar ga ik nog wel een keer voor maken. Voor nu zou ik zeggen, ja, bedankt voor het kijken allemaal. En ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze livestream leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Voor de mensen die deze livestream terugkijken, geef even ook even een duimpje omhoog voor deze video. Want ik heb, als het goed is dan, als jullie dit zien, de livestream verwijderd en er een video van gemaakt. En ja, ik zou zeggen jongens, de groetjes van deze kant. En tot weer een volgende livestream van Euro Truck Simulator. Ja, ik weet het, ik moet het weer wat vaker gaan doen. Want ja, er zit af en toe nog wel eens even tijd tussen. Ik moet het wat vaker doen. Euro Truck blijft natuurlijk gewoon een geweldig spel om te doen. Jongens, bedankt voor het kijken allemaal. En dan zou ik zeggen... Tot de volgende. Bye bye. Nog een prettige avond verder. En ja, voor de mensen die kijken, die de livestream terugkijken. Ja, een fijne dag verder. Avond, middag, ochtend. Wanneer je deze livestream terugkijkt. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi.